Hallo kijkers van mijn kanaal, fijn dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van mij, de Geschiedenisfreak. En vandaag ga ik weer verder in mijn serie over de Tweede Wereldoorlog. En dit keer zijn we gebleven bij operatie Market Garden. Hier heb ik in mijn vorige video over de bevrijding van Nederland al naar gehind. Toen ik zei dat er al eerder een poging was ondernomen om een deel van Nederland te bevrijden, maar dat deze mislukt was. Nou, operatie Market Garden was deze mislukking. En in deze video ga ik uitleggen van waarom het een mislukking was en waarom het een belangrijk onderdeel was van de Tweede Wereldoorlog hier in Nederland. Nou, maar voordat ik echt naar de slag zelf ga, of naar de operatie zelf ga, wil ik jullie eerst even wat meer vertellen over de achtergrond van deze operatie. En daarvoor spoelen we de tijd nu eventjes een stukje terug. We bevinden ons nu in september 1944. En Brussel en Antwerpen zijn net veroverd en Duitsland, ja, die hangt bij wijze van spreken in de bokstouwen al te hangen, wachten op de fatale klap, of in dit geval de knock-out. Maar om deze knock-out toe te dringen, zijn verschillende strategieën voor en verschillende meningen over hoe je dat moet doen. Ik zal jullie even de belangrijkste drie bespreken met degene die die strategie bedacht heeft. We beginnen bij George Patton, en deze die zie je nu in beeld verschijnen. Deze George Patton was een Amerikaanse generaal en zijn idee was om via de provincie Saarland, dat is een provincie in Duitsland wat aan de grens met Luxemburg en Frankrijk ligt, het was zijn idee om via deze Saarland Duitsland binnen te komen en dan ineens een doorstoot te maken richting Berlijn. Dan gingen we nu, daar waren een aantal mensen voor, maar je had ook mensen die daar tegen waren. En één daarvan was Bernard Montgomery. Daar is hij weer. Bernard Montgomery was na D-Day, of operatie Overlord, was hij de tweede man van het opperbevelhebber geworden. En hij had een hele andere idee. Hij was het met Patton eens dat er een doorstoot richting Berlijn moest komen. Maar Montgomery dacht van, dat moet niet via Saarland. Nee, je moet via Nederland het Roergebied overnemen en vanuit het Roergebied een doorstoot richting Berlijn maken. En waarom, dan hoor ik je denken, waarom nou Nederland en het Roergebied? Nou, het Roergebied, dat is een gebied in Duitsland waar heel veel industrie gevestigd is. En tijdens de Tweede Wereldoorlog zat daar ook de oorlogseconomie. Zat daar de oorlogsindustrie. Montgomery dacht, hey, schakel de industrie uit, dan schakel je Duitsland uit en dan kan je zo doorstoten richting Berlijn. Nou, de reden dat dat via Nederland moest, is omdat dat de grens bij Nederland vlakbij het Roergebied ligt. Dat zal ik in het plaatje laten zien wat nu in beeld komt. Nou, Montgomery had zijn idee, Patton had zijn idee, maar er was nog een ander idee. En dat was van Dwight Eisenhower, de opperbevelhebber van de geallieerde troepen en dus de grote baas. Hij vond beide ideeën niks. Hij vond een doorstoot veel te gevaarlijk. En hij wilde liefst één heel groot breed front met alle soldaten en dan langzaam oprukken naar Berlijn en de rest van Duitsland. Maar Montgomery was er zo van overtuigd dat zijn manier de beste was. En hij ging heel vaak in discussie met Eisenhower om hem proberen zover te krijgen. Eisenhower zag helemaal niks in het plan, maar hij ging uiteindelijk toch overstag na vele discussies met Montgomery. Op 10 september 1944 kreeg operatie Market Garden groen licht en ging het van start. Maar hoe zag deze operatie Market Garden er nou precies uit? Wat was nou precies de bedoeling? Nou, het was de bedoeling van Montgomery dat er heel veel vliegtuigen over zouden vliegen en dat er heel veel soldaten gedropt zouden worden, parachutisten. Deze parachutisten zouden een aantal bruggen overnemen. En dan konden de grondtroepen, die konden dan over deze bruggen richting het Roergebied en richting Duitsland. De bruggen die met name een hoofdrol speelden in dit verhaal, dat zijn de bruggen bij Arnhem, de hoofdstad van Gelderland, en Nijmegen, ook een belangrijke stad in Gelderland. Deze bruggen waren de belangrijkste in het plan van Montgomery. Nou moet wel bijgezegd worden, in het plan van Montgomery, het was een redelijk ambitieus plan en er zat een aantal deadlines in die gehaald moesten worden. En deze deadlines moesten gehaald worden en een tegenslag kon eigenlijk niet gebruikt worden. En daar zat namelijk hier zat de fout van Montgomery in. Montgomery, ik had jullie al eerder verteld dat hij nogal vol was van zichzelf. Nou, dat was nou ook. Hij dacht namelijk,
van, ach, die Duitsers hebben al zoveel nederlagen geleden. Die zijn al verslagen. We hoeven alleen nog even dat Ruhrgebiedje over te nemen. En we gaan al door. En dat was nou precies de misvatting van Montgomery. De Duitsers, het is waar. De Duitsers hadden in dit punt van de oorlog al vele nederlagen geleden. Maar Montgomery had de Duitsers onderschat. Ze waren namelijk, ondanks die nederlagen, waren ze nog helemaal niet verslagen. Sterker nog, het gevecht kwam nu richting Duitsland, kwam nu richting het thuisland. En hierop vochten de Duitsers harder dan ooit. Dit had Montgomery onderschat en zou hem ook, dit zou operatie Market Garden de nek kosten. Want wat gebeurde er nou precies bij operatie Market Garden dat het misging? Op 17 september 1944, een week nadat de operatie Groen Licht had gekregen, ging Market Garden van start. Vele luchttroepen die kwamen dus zoals gepland, kwamen ze overvliegen en vele parachutisten werden gedropt. Deze dropping, het overvliegen, de dropping van de soldaten en het landen van soldaten, prima. Niks mis mee ging, helemaal goed. Maar vanaf het moment dat ze landden, ging alles mis. Echt alles mis. Laten we beginnen in Arnhem. Dat zouden de Britse soldaten overnemen. Maar wat gebeurde er daar? Zoals ik al zei, de landing ging goed. Alleen ze waren niet op het plek geland waar ze hadden moesten zijn. Ze waren iets te ver geland, waardoor ze dus nog helemaal naar die brug toe moesten om dat over te nemen. Ja, dit stond niet in de plannen van Montgomery. Dit leverde tijdsvertraging op. En dit gaf de Duitsers ook de tijd om zich voor te bereiden. Want die hadden natuurlijk ook die vliegtuigen gezien en gehoord. En zagen natuurlijk ook al die troepen komen. Die dachten natuurlijk ook wel van, oh, die komen voor die bruggen. Nou, dat gaan we dus even niet doen. We gaan ons voorbereiden. En dat gebeurde ook. Maar ook bij Groesbeek in Gelderland ging het mis. Hier waren de Amerikanen gedropt. En zij zouden een brug bij Nijmegen moeten overnemen. Maar ook hier was het verzet iets sterker dan verwacht, waardoor de Amerikaan er niet in slaagde om op de dag zelf de brug bij Nijmegen over te nemen. En ook bij het dorpje Sol ging het mis, want bij het dorpje Sol zouden ze ook nog een aantal bruggen hebben moeten veroveren om zo richting Nijmegen te kunnen komen, om die brug te veroveren en eventueel ook te beschermen mochten de Duitsers weer komen. Maar ja, het ging bij Sol ging het dus ook mis bij het veroveren van de brug. En de reden dat het misging voor het veroveren van die brug had eigenlijk een hele eenvoudige reden. Er was geen brug. Er was geen brug, want wat was er namelijk gebeurd? De Duitsers hadden die brug opgeblazen. Daardoor stonden de geallieerden, die stonden nu zo aan de rivier. En die keken elkaar aan en denken van ja, dat is pech. Brug weg. Uiteindelijk slaagden ze er nog wel in om een noodbrug aan te leggen, waardoor ze konden oversteken. Maar dit was pas op 19 september klaar. Veel te laat. En toen ze uiteindelijk bij Nijmegen aankwamen, kwamen ze tot ontdekking dat in die twee dagen de Amerikanen die verantwoordelijk waren voor het veroveren van de brug bij Nijmegen hier nog steeds niet in geslaagd waren. Het zou nog wel even duren. Ja. Maar ook bij Arnhem ging het mis, want de Britse soldaten die daar verkeerd waren geland en inmiddels bij de brug waren gearriveerd, ondervonden veel Duits verzet. En heel veel soldaten die zouden ook sneuvelen, zowel aan de Duitse als aan de Britse kant. De geallieerden besloten om deze troepen te helpen door ook daar meerdere parachutisten te droppen en meer grondtroepen naar deze brug te sturen. Maar deze Duitse soldaten, die waren dus veel sterker dan Montgomery had verwacht. Hij slaagde er dus in om de geallieerden tegen te houden en flink veel verliezen toe te brengen, waardoor er dus heel veel soldaten zouden sneuvelen. Het was dus wel redelijk snel duidelijk voor het geallieerde opperbevel dat Arnhem een heel lastig verhaal zou worden. Maar bij Nijmegen ging het ook niet veel beter. Hoewel de Amerikaan erin slaagde om op 20 september 1944 die brug daar te veroveren, hielden ze niet heel lang stand, want tegen de tijd dat ze het veroverd hadden, stonden de Duitsers ook alweer om die brug heen en probeerden ze die brug weer over te nemen, wat ook redelijk snel lukte. Dus ook redelijk snel hadden ze door Nijmegen gaan, ging hem ook al niet worden. Dus Arnhem was al redelijk mislukt. Nijmegen was redelijk mislukt. Wat nu? Ja, wat konden ze nu doen? Nou,
Ze waren nog van plan om bij Oosterbeek, ook een plaatsje in Gelderland vlakbij Nijmegen en Arnhem, daar waren ze van plan om nog met Poolse soldaten daar nog een noodbrug aan te leggen, of een alternatieve brug, waardoor ze via die brug richting het Roergebied konden. Maar dit liep uiteindelijk ook op niks uit, omdat daar de Duitse, Duitse tegenstand ook nog veel sterker was dan verwacht. Hier werd door verschillende Poolse en Britse soldaten werd heel hard gevochten. En de geallieerden op het bevel die dacht van, we moeten ze helpen. Dus wat deden ze? Ze stuurden weer vliegtuigen met allerlei wapens naar de gebieden waar die Britten en Polen zaten, om ze te helpen. Vanuit de vliegtuigen werden dus deze wapens gedropt die de geallieerden konden gebruiken. Maar ja, ook dit ging mis, want hoewel de droppings wel gewoon goed verliep, kwamen ze weer in het verkeerde gebied terecht. Nu kwamen ze in het gebied wat in handen was van die Duitsers. Ja, die hoefden alleen maar met de armen gesprek te staan om die cadeautjes als het ware op te vangen. Nou, deze wapens, die pakten ze dan ook. En in plaats van dat ze gebruikt werden door de geallieerden tegen de Duitsers, gaven de geallieerden de Duitsers wapens die de Duitsers gebruikten tegen de geallieerden. Ja, dit werd hem niet. En hierdoor versneuvelde er nog meer Britse soldaten en Poolse soldaten en zorgde dit droeg ook bij aan de verliezen van operatie Market Garden. Inmiddels had het opperbevelhebber ook wel door van ja, helaas, het is niet gelukt. Op 24 september 1944 hadden de geallieerden door dat de operatie mislukt was en haalden ze de troepen die nog niet gevangen genomen waren of gedood of gewond, die haalden ze weg en op 26 september 1944 werden de laatste troepen weggehaald en ja, was de operatie voorbij en was de operatie mislukt. Maar wat was nou het resultaat van Market Garden? Wat betekende dit? Zoals ik net al zei, Montgomery had met doel om met operatie Market Garden om de oorlog te laten eindigen met tegen de kerst aan. Maar doordat Market Garden mislukte, zou de oorlog juist 6 maanden langer duren. Maar wat betekende dit? Want door de enorme verliezen van Market Garden waren de Britten even lam geslagen. En dit gaf de Duitsers een ultieme mogelijkheid om zich voor te bereiden op een tegenoffensief. Een tegenoffensief die bekend zou komen te staan als het Ardennenoffensief. Daar heb ik in een eerdere video al meer over verteld. Mocht je die video nog niet gezien hebben, ga hem ook zeker bekijken. Dus de Duitse soldaten die bij Arnhem en Nijmegen zo hard hadden gevochten en die geallieerden een nederlaag hadden toegediend, die werden daar nu weggehaald om gebruikt te worden bij het Ardennenoffensief. Ze werden vervangen door de jonge jongens en de oude mannen waar ik in mijn video over de bevrijding al meer over verteld heb. Dit zou dus ervoor zorgen dat Nederland later bevrijd zou worden. Daar heb ik in mijn video over de bevrijding al meer over verteld. Dat verliep in fases. En met name voor het westen van Nederland zou het uitblijven van de bevrijding zou dat gevolgen hebben. Maar daar vertel ik in een andere video meer over wat deze gevolgen waren. Vele historici, mensen die gespecialiseerd zijn in geschiedenis, hebben operatie Market Garden onder de loep genomen en met name de plannen van Montgomery. Ze kwamen allemaal tot de conclusie van, ja, deze plannen waren gewoon veel te ambitieus en zaten gewoon zo vol met onrealistische ideeën. Ja, dit was eigenlijk al, dit was gewoon gedoemd te mislukken op het moment dat dit plan gepresenteerd werd. En we weten nu inmiddels dat het ook mislukt is. We zijn nu gekomen aan het eind van de video en zoals altijd heb ik weer 3 vragen voor jou die jij moet beantwoorden. Als je deze video goed hebt opgelet, dan zou het beantwoorden van deze 3 vragen geen enkel probleem moeten zijn. Ben je er klaar voor? Mooi. Dan gaan we nu beginnen bij vraag nummer 1. Vraag nummer 1. Wie was de opperbevelhebber van de geallieerde legers? En beantwoord? Mooi. Dan gaan we nu naar de 2e vraag. Vraag nummer 2. Vraag nummer 2. Welk gebied in Duitsland wilde Montgomery veroveren via operatie Market Garden? En ook deze beantwoord? Mooi.
Dan gaan we nu naar de derde en laatste vraag. Vraag nummer 3. Vraag nummer 3. Bij welk dorpje probeerden de geallieerden een brug te veroveren, maar toen ze deze brug probeerden te veroveren, bleek deze brug verwoest te zijn? Bij welk dorpje was dat? En ook deze antwoord? Mooi. Dan gaan we nu naar de antwoorden op de vragen. En we beginnen bij vraag nummer 1. Wie was de opperbevelhebber van het geallieerde leger? Nou, het antwoord op die vraag had moeten zijn Dwight Eisenhower. En mocht je nog hebben gezegd de Amerikaan Dwight Eisenhower, vind ik het ook goed. Het antwoord op vraag nummer 2. Welk gebied in Duitsland wilde Montgomery door operatie Market Garden veroveren? Het antwoord op deze vraag had moeten zijn het Ruhrgebied, of het Ruhrgebied. En het antwoord op vraag nummer 3. Bij welk dorpje zouden de geallieerden een brug moeten veroveren, maar het bleek deze brug bij aankomst vernietigd te zijn? Het antwoord op deze vraag had moeten zijn het dorpje Sol. S-O-L. Sol. Goed. Dan zijn we nu gekomen aan het eind van de video. Ik hoop dat je wat van opgestoken hebt. Ik hoop dat je van geleerd hebt. Vergeet ook zeker niet om deze video te delen met familie, vrienden, collega's, hond, kat, buren, de buren van de buren, et cetera. Vergeet ook zeker niet om op abonneren te drukken en op het belletje te klikken als je op de hoogte wilt blijven van mijn nieuwste video's. Vergeet deze video ook zeker niet te liken. En vergeet ook zeker niet op de video te klikken die hier naast me in beeld zal verschijnen, die over de bevrijding gaat. Iets waar ik in deze video al veel naar gehint heb. Dan hoop ik jou, en dan zijn we nu gekomen aan het eind van de video, en dan hoop ik jou de volgende keer weer te zien.